Staat hier... aan de knol staat hier van VV Alkmaar. En ik zie dat knap het schot op je shirt staan. Het was ook een knap schot, hè? Ja, hij zat er lekker in. Ik loerde er al een tijdje op. Ja, het is lekker dat hij er dan in vliegt, moet ik zeggen, zeker. De wedstrijd, hoe vond je die gaan? Als eerst vond ik het zonde. Ik bedoel, we hebben wel gewoon wat een goed strijdplan. En dan is het zonde dat je niet, meer, verdient, niet meer hebt dan één punt. Zeg maar nul punten, je had één punt verdiend. Ik denk dat je, als je naar de wedstrijd kijkt, we hebben ook kansen. Meteen ikzelf ook een keer en Chanté ook een keertje helemaal in het begin. Ja. Je moet eigenlijk meteen gewoon dodelijk zijn, dus dat is wel zonde. En hoe je die goals weggeeft is ook gewoon te makkelijk. Nou, start je de wedstrijd tegen Ajax, spanning vooraf? Of, want de eerste helft, het ging jullie geen meteen van start? Ja, spanning. Kijk, het is natuurlijk altijd een beetje extra als je tegen Ajax speelt, dat kan je niet ontkennen. Maar we waren er klaar voor. Iedereen had gewoon wist wat hij moest doen. Dus dan heb je ook iets van, kom maar op. Hoe voelde dat op het elftal? Jullie konden elkaar goed vinden, moet ik zeggen. Ja, het liep lekker. Ik bedoel, we trainen al lang, zeg maar, op hoe we vandaag hebben gespeeld. Dus dan weet je elkaar makkelijk te vinden. Het is dan gewoon zonder dat het niet wordt beloond. Ja. Dan ga je 1-1 de rust in natuurlijk. Een heerlijk doelpunt. Tweede helft wordt toch wel wat lastiger. Ja, natuurlijk, de vermoeidheid gaat ook meespelen. Ik bedoel, het is snikheet. Dat kan je gewoon gerust zeggen. Ga de baan staan. Ja, precies. Dus daarom is het ook belangrijk dat als je dan die eerste twee kansen, dat je die gewoon meteen afmaakt. Je moet meteen dodelijk zijn. En ja, als je dat niet doet, blijft ook wel Ajax. Ze hebben ook spelers met kwaliteiten. Ja. En ja, dan geef je nou top. Wat vind je in het positieve en wat zijn dan verbeterpunten? Nou, ik denk dat er genoeg positieve dingen zijn geweest. Ik denk, we hebben kansen gecreëerd. Ajax was ook weer niet echt de bovenliggende partij. Aan het einde kom je met 10 man. Dus jammer dat komt Ajax met 10 man. Kom je jammer dat wij niet tot 2-2 komen. Er zijn hartstikke veel positieve dingen, dat zeker. Daar kunnen we op verder bouwen. En het is gewoon zonde dat je die kansen niet afmaakt. Dat is gewoon een minpunt. En hoe je die goals weggeeft. Puntjes zat erin. Ja, de puntjes zat er zeker in. Misschien wel meer als je meteen 2-0 voorkomt. Goed, nou hartstikke bedankt. En kortom, genoeg om positief mee te nemen voor de volgende wedstrijd. Zeker, dat helemaal meenemen naar huis.